Niels, Ilse, Marco en Ali worden coaches in seniorenversie The Voice of Holland. Ilse de Lange, Marco Borsato en Ali B. worden coaches in de seniorenvariant van The Voice of Holland. Dat is vanmorgen bekendgemaakt in de radioshow van Edwin Evers. Volgens 538 DJ Evers, die sprak van een primeur uit betrouwbare bron, krijgen de drie in de finale van Talentenjacht nog gezelschap krijgen van een vierde, nog onbekende coach. Producent Toppa heeft de deelname van de drie coaches aan deze site bevestigd. Première. John de Mol liet onlangs weten te werken aan een seniorenversie van zijn internationale tv-hit The Voice. Deze show met deelnemers van 65 jaar en ouder heeft als Engelstalige werktitel The Voice Senior. Nederland krijgt de wereldpremière van de familieshow, die in het najaar van 2018 te zien is op RTL4. Producent Toppa presenteerde het nieuwe tv-formaat in Cannes op de tv-beurs Mipcom om nog meer landen te enthousiasmeren. The Voice is al in 180 landen te zien in 67 verschillende versies. De andere spin-off The Voice Kids kent bijna 40 edities in verschillende landen. The Voice of Holland was in 2010 voor de eerste keer te zien op de Nederlandse tv. John de Mol bedacht de talentenjacht samen met Roel van Velsen.